Ik heb vooral voor de master gekozen omdat je vaak dingen in de praktijk fout ziet gaan. Je denkt ook wel dat je er iets aan kunt doen, omdat je al de innovator in je zit. Maar je krijgt er pas echt uit, zeg maar, als je wellicht deze opleiding doet en echt tijd spendeert om die innovatie ook daadwerkelijk te realiseren. Het heeft meerdere toegevoegde waarden. Eén, het is een persoonlijke groei. Het is heel belangrijk, zeg maar, dat je aan jezelf werkt, dat je weet, zeg maar, waar je floors zitten. Ik vond het zelf wel mooi om te zien dat je jezelf beter leert kennen, zeker in zo'n reflectiemomenten. Zeker ook als techneut. We zijn niet zozeer van het reflecteren, maar de master heeft me wel aangezet om mezelf beter te leren kennen. Tijdens mijn opleiding heb ik iCapture ontwikkeld. Een iCapture is een laagdrempelige, is een app om thuis laagdrempelige manier de kwaliteit van je beweging te meten. Maar ook een gepersonaliseerd trainingsprogramma thuis te krijgen. We hebben een project gedaan voor de Nierstichting, waar we de toepassing van iCapture in de praktijk brengen. Dus een beweegprogramma voor chronisch zieken, in dit geval dialysepatiënten, die thuis een beweegprogramma krijgen. Gepersonaliseerd dus op hun niveau dat beweegprogramma gaan uitvoeren. En ook begeleiding krijgen via de app om tot een succesvol einde te komen en gezondere dialysepatiënten te krijgen. In het verleden hebben wij het belang van bewegen voor chronisch zieke patiënten onderzocht, waarbij blijkt dat bewegen de achteruitgang van hun conditie, maar ook het welbevinden kan verbeteren. Dat hebben we toen gedaan in samenwerking met het zorghotel wat hier op het terrein van het Laurentius ziekenhuis staat. Maar dat project is helaas ten einde gegaan. En zijn we op zoek gegaan naar een ander alternatief daarvoor. En toen bleek dat er een hele mooie ontwikkeling al gaande was, de iCapture app. Die de mogelijkheid biedt om mensen thuis te laten bewegen met relatief eenvoudige middelen, oefeningen te doen. Waarbij ze dus hun eigen conditie op peil proberen te houden of in ieder geval niet verder achteruit te laten gaan. Ik heb vooral voor de master gekozen omdat je vaak dingen in de praktijk fout ziet gaan. Je denkt ook wel dat je er iets aan kunt doen, omdat je al de innovator in je zit. Maar je krijgt er pas echt uit, zeg maar, als je wellicht deze opleiding doet en echt tijd spendeert om die innovatie ook daadwerkelijk te realiseren.